Het BTW-tarief is bijgesteld naar 10%. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning haalde gisteren in het parlement aan dat met een tarief van 5% de gestelde beleidsdoelen niet gehaald zullen worden. Het tarief van 5% werd bepleit door het bedrijfsleven, de vakbeweging en de oppositie. Volgens de bewindsman is het BTW-tarief nergens in de regio lager dan 10%. Achaibersing geeft aan dergelijke tarieven gesteld worden om gestelde beleidsdoelen te halen, meer opbrengsten en financiering van gecompenseerde maatregelen te kunnen doen. Op een enkel land na wordt nergens in de wereld vanwege overduidelijk, met name budgettaire redenen, een dergelijk laag tarief gehanteerd. Het exporttarief van 0% is bestemd om de export van in ons land geproduceerde goederen niet onnodig duurder te maken met BTW-kosten. Voorzitter, de Centrale Bank van Suriname heeft uitgerekend dat het inflatoreffect bij een tarief van circa 10% ongeveer 1% bedraagt en oploopt tot circa 6,4% bij een tarief van 15%. De bewindsman geeft verder aan dat de basisgoederen onder de noemer van nultariefgoederen zullen worden geplaatst. Hij gaat in op wat hij bedoelt met basisgoederen. Basisgoederen, voorzitter, zijn goederen die dagelijks door brede lagen van de bevolking worden gebruikt. Deze goederen en diensten nemen in het huishoudbudget van de lagere inkomensgroepen en sociaal zwakkere een relatief grotere plaats in. Het betreffen voedingsmiddelen, maar ook water, elektriciteit en kookgas, alsmede noodzakelijke primaire diensten op het gebied van de medische zorg, ook de paramedische zorg in de brede zin des woords. Voorzitter, verzorging van publieke onderwijs, openbaar personenvervoer, evenals verschillende prestaties in de financieel-bankaire sfeer. Vanuit dit kader is de keuze voor vrij te stellen en of met nul tarief de belaste goederen gemaakt, voorzitter. De mogelijkheid zal worden bekeken op welke wijze medicijnen gemaakt van medicinale planten zouden kunnen worden ingepast in het toepasselijke nultarief. Ook wijst minister Achaibersing erop dat verschillende ondernemers in deze sector, zoals kleine ondernemers, buiten de BTW-heffing zullen vallen.